Ja, dat zijn de benen van de man die een wereldgoal maakte zaterdag. Ja, Henk. En een van de twee goals die bij heeft gedragen aan de periodetitel, Michael Toet. Ja, dat klopt. Wat maak jij nou zaterdag? Ja, ik denk ik doe het eens anders. Stiffy, ja. Maar je bent gewoon een verdediger die alleen maar eigenlijk een beetje kan hakken en schoppen. Nou, dat zeg jij. Nee. Maar vertel eens, wat is er zaterdag allemaal gebeurd? Nou, wij moesten tegen SSC voor de periode. Die moesten we winnen. Met een doelpunt meer verschil als tegen Van Haaglandia. En die hebben 2-0 gewonnen. En Naaldwijk maakte in de laatste minuut de 1-3 tegen Haaglandia. Zodat wij de periode pakten. Dat was een feestje. Klein feestje, ja. Want dat was al een tijdje geleden tot Duno een prijsje had gepakt. Ja. Hey, en we staan wel op de plek waar het allemaal gebeurde. Waar het begon in elk geval. Ja, hier begon het, Henk. Hier eerste helft, ja. Hier ongeveer, hè? De jongen paast in. En dan kom ik tussen. Ja. En ik denk, doe eens gek. Dus ik maak een actie en die speelde ik iets te ver van me uit. En toen kwam mijn laatste man, die wou hem blokken. Ja, en ik schopte het gewoon een duel en ik won dat duel. Toen stond ik ineens voor de keeper en denk ik, doe eens een stiffie, doe eens gek. Een stiffie? Michael Toet is stiffie? Ja. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Meestal stiffie is alleen maar over de zijlijn. Ja, inderdaad. Ik zag de helft alweer teruglopen van, het zal wel overschieten, Maar het begon met een actie waarbij je met die benen even... Voor mijn gevoel een verdediger of 6 passeerde. Zoveel zullen het er niet geweest zijn. Wat ik zeg, de jongen speelde in en dan kom ik voor. En toen wou ik er een uitkappen en dan speelde ik hem iets te ver van me uit. Ja, toen blokte ik die tegenstander. Maar er stonden heel veel verdedigers op jou te wachten. Ik ging links, rechts, ging. Zo ging het. Ja, maar goed, het waren er maar 2 uiteindelijk. 2? Die ik echt daadwerkelijk uitspeelde. Weet je wat, we gaan het gewoon een keer doen. Is goed. Ga jij blokken? Nou, dat is beter van niet, want dan speel je zaterdag niet. Maar Henk, als ik mis, dan moet hem even knippen plakken. Ja, we knippen en plakken wat. Maar je stond daar ongeveer? Ja, hier kreeg die bal. En toen stonden die verdedigers er. Ja, ging het zo. Die ging iets te ver. Deze blokte ik met een sliding, maar ik doe me niet. Ja, doe maar. Doe even die sliding. Ik heb hem nou te laat. Kon de keeper? Ja, deze ging er mooier in dan zaterdag. Zaterdag was die echt mooi. En zag Dickie zo kijken. En toen kwamen de jongens met z'n allen. Maar het gebeurde dus eerst daar, even die verdedigers uitspelen. Ja. Toen die 16 binnen. En toen een stiffie. En hier gebeurde het ergens. Ja. Ik wil nog één keer even die bal dichtbij hebben. Ik ga de bal pakken. Pak nog één keer die bal. Maar het gaf wel een lekker gevoel zeker, Mike. Zo, mooi. Hè? Ja. Maar als het erg is, ik weet niet zo goed hoe ik moet juichen. Nee, want de laatste keer dat jij scoorde was in de mini-F van... Volgens mij, zelfs toen heb ik niet gescoord. Nee? Ja, mijn penalty voor mij. Dit was echt, onvoorstelbaar lang geleden. Ja, voor die periode. Dus het was een extra mooie... Maar dan doen we de stift en het juichen erbij, want dat juichen? Oké. Moet je wel hard meegaan, Henk, want ik was in zo'n... Ja, want je komt dus hier binnen. Ja, hier komt de keeper. Toen had je die twee verdedigers al gepasseerd, die liggen daar ergens. En toen kwam jij hier binnen. Op weg naar de 1-0. Zo ging die? Juichen. En toen kwamen al die spelers op jou liggen, zeg maar. Krijg je dat gevoel weer een beetje of niet nu? Minder, Henk. Minder? Ja. Maar goed, dat voelt toch wel goed. Het geeft wel emoties, hè? Maar er zijn weinig foto's van gemaakt. Dat is jammer. Ja, dat heb je altijd in de... Want hier stond wel een fotograaf. Dat is altijd in de wereldgeschiedenis. Ja. De hoogtepunten die leggen ze nooit vast. Ja, jammer is dat. Maar goed. Maar hij ligt er weer, die bal daar. Hij ligt gewoon weer in die goal. Ja. Goh zeg, 1-0 staat het nu. Ja. Op weg naar 2-0. Maar ik bedank namens alle Dunars. Ja, Henk, jij voor deze onvergetelijke goal. Is goed. We hebben hem toch een beetje vastgelegd nu, voor mijn gevoel. Ja. Kan je nog één keer juichend weglopen? Okay. Scoorde. Daar stond Dick in de FCC-bank. Ja, Dick, die gelooft het helemaal niet. En toen kwamen die gasten. Ja, is mooi. Kippenvel. Ik denk bij Dick ook. Dick staat er nu niet, maar we denken een beetje aan hem. Ja. Dag Dick. Dick. Hoi. Hoi.